bestaat niet. Let minder op wat je ziet, maar let meer op wat je voelt. En daarmee wil ik zeggen in deze tijd, is dat we meer moeten gaan voelen. Alles bestaat uit energie en wat we elkaar afgeven zijn vibraties. We geven vibes aan elkaar af, weet je. Ga meer proberen te voelen met iets, of het goed voelt, of het niet goed voelt. Energie liegt nooit. Energie liegt nooit. Dus begin gewoon meer te voelen hoe iets voelt, weet je. Begin niet iets te zien wat je met het geestenoog ziet, maar neem het waar met je gevoel, met je intuïtie. Want, weet je, we zien heel veel dingen tegenwoordig die ze ons willen laten zien. Zoals het zou moeten. Ze willen ons dingen wijsmaken. Dingen laten zien die je niet op het geestenoog zou vertrouwen in de eerste instantie. Maar begin te voelen. Begin met te voelen met wat je voelt. Energie liegt nooit. Dus je weet altijd of iets goed voelt of iets niet goed voelt. Of een persoon een goede vibe heeft of een persoon een minder goede vibe heeft. En natuurlijk blijf ik zeggen, probeer je te mengen met mensen die in jou geloven, met positieve mensen. Mensen die jouw energie geven en niet jouw energie zuigen. Want als dat zo is, dan is het niet iets voor jou. Dan ligt dit niet bij jou, maar dan ligt dit bij iemand anders. En denk dan aan jezelf. En dat is niet egoïstisch om aan jezelf te denken. Dat is alleen je eigen grenzen aangeven van tot zo en niet verder. En dat is niks beters dan dat. En om aan jezelf te denken. En om van jezelf te houden wie je bent. Want daar begint het mee. Hou meer van jezelf. En dat bedoel ik. Dat is echt niet arrogant bedoeld, want je ziet maar, als je begint te houden meer van jezelf, dan zie je ook wat je op een gegeven moment gaat aantrekken, wat je in je leven gaat aantrekken. Want wat je geeft is uiteindelijk wat je krijgt, wat je oogst, wat je zaait, etc. Hoe je het noemen wilt. Dus blijf vooral nogmaals bij jezelf en laat dit bij een ander. Dat is puur een mindset. Een positieve mindset. Blijf positief denken. Ook al is het moeilijk. Alles is een les wat je krijgt. Obstakels. Tuurlijk. Dat krijg je altijd. That's life. That's the life. Maar zie het gewoon als een les. Want je blijft hem krijgen totdat je die les leert. Dus zie het gewoon positief. Leer ervan. En volgende keer lach je erom.